Ja, net als Wiets. We hebben die Pepi en die DG hier live in de studio. Woe! En ondertussen, oh wacht even, dat gaat niet helemaal goed. Ondertussen kan je luisteren op de achtergrond naar Carl Cox. Dat we weer een cd'tje uitgebracht. Echt heel vet. Een dubbel cd. En dan kan je ondertussen luisteren naar het gesprek met de cast. Hallo! Jack TG en Pepi. Welkom in de studio. Vertel je guys. Nu even, maar jullie waren al weg. Ja, het ging een beetje traag. Het was echt leuk toen ik bij jullie was. Moet ik trouwens zeggen. Ja, nou, ik vond het ook wel heel erg leuk. Echt leuk. Ik heb de set trouwens nog opgenomen. En, ik ben wat dichterbij. Ik draai nog regelmatig jouw set op werk. Ja? Ja. Meen je dat nou? Ja. Superman. Alleen, ik had een plastic meegenomen, dacht ik. Ja. Ja. Misschien wel leuk om op feestje of zo een keer te doen. Ja, lijkt me zeker wel. Daar was de organisator wel goed in. Ja, ja, nou, dat denk ik wel. Kan er zeker wel. Hij staat ja als gerust hier. Maar dat feestje Burning Girls, dat is de volgende keer weer. Dat is aanstaande zaterdag. 13 februari. Aanstaande zaterdag al. Ja. Dat is de avond op dat overgaat naar Valentijnsdag. Ja, ja, klopt. En daar is het feest ook een beetje op gebaseerd, zeg maar. Oké. Leuk man. Ja, zeker zin in. En wie draait er allemaal? Onder andere jullie natuurlijk. Ja, maar dat zeggen we natuurlijk als laatste. Okay. Als eerste draaien Brenda Piersma en Camille Dame. Ja. Daarna Jack DG, Pablo Roeve uit Polen. En Polen? Ja, dat is best wel een bekende Poolse DJ, een goede vriend van mij. Ja. En hij had op Sunrise gestaan. Wat die Polo? Pardon? Pablo? Ja, Pablo. Pablo. Wat draait hij zo'n beetje? Ja, gewoon een beetje deep house en ook een beetje minimumachtig, gewoon een beetje hetzelfde als wat wij doen. Oké. Een beetje allemaal in dezelfde stijl, een richting. Ja, ja, het is gewoon deep sexy house. Gewoon, sexy house. Ja. Dus ik kan ook sexy dames. Voor de girls, hè? Ja, voor de girls. Dat hopen we wel. Doet hij hoofdtelefoon trouwens? Nee, voor mij niet. Voor mij doet hij prima. Oké. Mij is het niet. Zit er wel batterijen in? Volgens mij wel. En ik heb hem aangedrukt, maar... Misschien moet je er een beetje aan draaien. Dan hoor je het misschien beter. Jack TG, vertel. Hoe is het bij jou een beetje begonnen? Het is bij mij begonnen toen ik 13 jaar was in draaien, in hardcore. Ja. Twee jaar later overgestapt op de club trends, trendmuziek. Toen ik eenmaal met de master Jeff Mills kwam, of die gehoord had in het LVC in Leiden, was het voor mij sinds die tijd toch alleen maar techno. En naarmate ik toch wel wat ouder word, en ouder word wil ik zeggen, met vrouw, oud wordt toch niet, maar ik bedoel, nu wordt het steeds wat rustiger, wat minimal en dat bouwt wel een beetje af. Andere richting de hardcore natuurlijk. Ja, hardcore bijvoorbeeld, ik ben altijd plezier gedaan en het is, ik vond het toen leuke muziek, laat ik het zo zeggen, daar wil ik het ook behalen. Ja, ben je dat nou al zat of zo, of hoe zit dat dan? De hardcore van toen ken ik nog steeds wel naar luisteren, omdat het nog steeds wel boeit. Het zal wel oud zijn, maar dat maakt niet uit. Ja. Alleen de hardcore van nu heb ik zoiets van dat gaat mij al wel een stapje te ver. Het hard, te ruig, het is niet zo simpel meer als wat dat vroeger was. Het is gewoon helemaal een laatste verband getrokken, vind ik. Oké, nou ja, goed, hier is eigenlijk maar een probleem. Ja. Zijn er nog geen beetje samenwerking te verwachten? Hoe bedoel je met een productie? Maken jullie dat muziek of zo? Of? Ik ben nu tot nu toe bezig met een vriend van mij wat trackjes aan het produceren. Ik hoop toch zeker ook wel in de toekomst met Pep toch wat eraan kunnen gaan doen. Want dat, wij zitten toch wel qua muziekstijl op één lijn. En ik denk dat als dat in tracks toch wel gauw door kunnen trekken. Oké. Lang bezig al of zit dat nog in de kinderschoenen? Het zit nog wel in de kinderschoenen, dat wel. We hebben... Die vriend en ik dan twee tracks gemaakt en er worden toch nog steeds aanpassingen aan gemaakt om het toch nog wat te meer completer te maken. En elke keer wordt het toch net een stapje beter, dus we hopen toch wel uiteindelijk wel een goed resultaat neer te kunnen zetten. Nou, we zijn benieuwd dadelijk met je set. Weet je wel een beetje wat je gaat doen?
Kan je dat wat iets over vertellen? Of? Nou, Pep en ik zullen deze twee uur samen gaan draaien. Dat zal gewoon lekker funky groovy worden. En ik zal denk ik toch op het einde van de set nog even een eigen productie naar binnen. Oké, nog nieuwe tracks gemaakt, Peppy, of niet? Happy the Peppy heb ik gemaakt. Maar die ook... Happy the Peppy, ja. Echt een klasse leuke titel. Ja, het was een vrolijk plaatje. TikTok, Happy the Peppy. Vrolijk plaatje, alleen ik had hem op Hives gezet, je hebt hem ook gehoord. Maar alleen na goed luisteren en draaien onder de mensen moest ik hem toch nog wat afstellen. Dus ik ben er weer mee bezig. Dus. Oké, nou ik ben benieuwd, ik wil hem natuurlijk zelf ook graag hebben. Ja, inmiddels heb ik natuurlijk ook wel reacties gehad van TikTok, want die draai ik regelmatig hier. Nou klopt. Dus het is gewild. Nou, we gaan naar achteraan toch? I'll be watching you. Weet je wel, dat klinkt het dan. Big brother. Hey, ik zou zeggen, stel voor, ga alsjeblieft gauw wel achter die draait afstaan. Want start hem op. De tijd die tikt natuurlijk door. Dus we mogen gaan beginnen. En luisteren ze terug te popelen. Dus dat mag ook wel. Ik ben er klaar voor, DG. Ja, zeker wel. Niet DG, we waren met de site, hè. Dus, we staan op de site, DG. Daar hebben we opgezeten. Maar Wat voor site is dat? Ja, nee, daar wil ik het liever niet over. Okay. Daar houden we er ook over op. Nee, DG is dat wat er gaat. Okay. Maar goed, dat is een appena. Goed, Peppy gaat beginnen? Ja. Oké, go your gang! Yes, y'all.